Ik ben Lieve van Emmen, raadslid in Kalmthout, gewezen senator LDD en heb een nieuwe partij gesticht, Nieuw Vlaams Kalmthout. Fris, liberaal, een nieuwe visie op politiek, onverzuild en ons motto is mobiel, veilig en drugsvrij Kalmthout. Zo hebben we ook in het verleden, als onafhankelijk raadslid heb ik me bezighouden met de Dexia-saga, zijn we in de rechten gegaan tegen het beleid van de gemeentelijke holding. Zij hebben hier CD&V en N-VA aandelen gekocht met een bedriegelijke reclame van 13% en de Kalmthoutenaren zijn hun geld kwijt. 40 euro per aandeel en er zijn 1,5 aandeel per burger verkocht. Tel maar eens uit. Een oppositiesysteem is nodig, ook in Kalmthout.